Goedemorgen allemaal, ik ben Mike en ik ga jullie vandaag een dagje meenemen hoe het is als security consultant te werken bij Nationale Nederlanden. Ondertussen zijn we aangekomen bij het kantoor. Ik neem jullie eerst eventjes mee om te kijken hoe mijn werkplek eruit ziet en daarna zal ik jullie gewoon meenemen door de dag heen en zien wat er gebeurt. Nou, laten we gaan. Morgen mannen. Goedemorgen. Nou, zoals ik jullie net al vertelde, ben ik security consultant. Maar het is misschien ook wel leuk als ik vertel wat het inhoudt. Ik ben dus werkzaam bij NN. En als grote onderneming schrijf je allerlei security maatregelen voor waar mensen aan moeten voldoen. Als security consultant ben ik er verantwoordelijk voor om mensen te ondersteunen en helpen waar nodig in het implementeren van deze maatregelen. En dat kan je zien als gewoon adviesvragen of ze betrekken mij bij de implementatie van een nieuwe security software of een nieuwe applicatie om te kijken waar ze aan moeten voldoen. Dus het kan eigenlijk een beetje op meerdere vlakken zijn waar ze mij kunnen vragen. Het is nu halverwege de dag en we gaan even lekker naar buiten om te lunchen, samen met andere collega's. We zijn aangekomen bij de lunchplek, snackharde vrijheid, waar we een lekker broodje schnitzel naar binnen gaan werken. Hoe smaakt die? Nou, vanochtend was het van meetings lekker rustig. Ik heb zelf heel veel kunnen doen. Het is ondertussen tijd voor de wekelijkse teammeeting die wij hebben. Hierbij zitten we met het hele team 1 keer per week even samen om door te spreken wat iedereen aan het doen is. Hoe de zaken ervoor staan, waar hulp nodig is. Een deel zal de visite aanwezig, bij aanwezig zijn en een deel zal inbellen. Wat natuurlijk altijd leuk is, is om tijdens het werk ook eventjes te kunnen ontspannen. Nou, we hebben hier zo'n mooi hoekje staan waarbij je verschillende dingen kan doen. Waaronder tafelvoetballen. Maar wat dan wel veel leuker is, is dat wij een playseat hebben. Ja, dan kan je lekker racen, als je niet tegen de muur geparkeerd staat. Nou, mijn werkdag zit er weer op. Maar voordat ik naar huis ga, ga ik altijd eerst even langs de sportschool. Dus ik neem jullie zo nog even mee om een kijkje te nemen naar hoe dat er daar aan toe gaat. Nou jongens, ik heb een dagje kunnen meekijken hoe het is als security consultant. Ik ben kapot. Ik ga richting huis en ik ga zo douchen. Hoi!